Anouk, 2 jaar geleden stonden we hier ook samen op het podium. Jij op het podium en ik achter het podium. En ik heb jou nadien een heel kort interview gedaan. Nu zijn we 2 jaar later. Het gaat wel snel. Ja, maar ik klaag niet. Bij mij mag het zo blijven gaan. Gewoon een stijgende lijn. Je hebt ooit gedroomd dat het zo zou lopen? Nee, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk altijd met mijn voetjes op de grond blijven staan. En ik kan alleen maar blij zijn met elke kans die ik krijg. En ik ben heel blij. Anouk. Ja. Jij reist de wereld rond. Klopt. Als Maton. Metten. Het is eigenlijk op zijn Engels. Dus mijn achternaam is Maton, maar om het een beetje internationaal te maken, spreek je het Engels uit. Metten. En velen weten ondertussen al dat jij natuurlijk jouw vriend Dimitri Vegas is. Ja, klopt. Voor happy woman. En mij nog niet. Happy why? Een paar jaar geleden volgde je de doorbraak toen je ontdekt werd door Dimitri Vegas en Like Mike. Klopt dat? Dat klopt, ja. Dat is natuurlijk een serieuze sprong geweest. Sinds dat ik eigenlijk hun voorprogramma mocht doen, dan is het echt wel heel hard vooruit gegaan. Ik ben heel weinig nu in België eigenlijk. Ik mag blij zijn als ik nog eens in mijn eigen land ben. Dus jij, vandaag België. Morgen vlieg ik al terug naar Ibiza en daarna vlieg ik naar Italië, dan vlieg ik naar Tsjechië. Dus het is echt wel van hier naar daar heel veel vliegen, ja. Heel drukke zomer. Heel drukke zomer. Het is vandaag het Fantasia Festival. 2 jaar geleden stond je er ook. Je bent teruggevraagd. Het is toch wel een eer, hè? Zeker en vast, ja. Dank u wel.